telefoon. Ja, we zijn er weer. Kopje koffie heb ik net op. Ik heb de airfryer aangezet om broodjes af te bakken. Gewoon even lekker ontbijten. Dus, maar je ziet het niet. Heel druilerig vandaag. Waar wil je eten? Hier? Daar. Waar zit eten? Er zit heel veel eten in, hè? In jouw mooie? Nou, sta je er met je goede gedrag in de regen. Maar ik wilde heel graag fietsen en ik dacht, ja, waarom niet? Maar ja, nu begint het dus te regenen. Oh, ik heb trouwens zo'n geweldig verhaal. Mijn schoonmoeder was er ook bij, die kijkt dit ook. Echt, die gaat zich helemaal kapot lachen als ik het ophaal. Dan ging er dus een keer met mij daar hier eentjes voeren. En ik had gezegd, ja, brood, het is helemaal niet goed voor eenden. Dus we moeten geen brood geven, maar doperwten of maïs of zo. Dus wij naar de Aldi gegaan. Een blikje doperwten gehaald volgens mij. Het was maïs of doperwten, één van twee. Dus wij dat hier aan die ene gegeven. Nou, die ene die rook eraan. Die dacht, ik moet dit niet. Ik ga dit niet eten. En toen kwam er dus hier uit de bosjes zo'n mega dikke rat aan. En die, ja, die stoof op dat voer af. En die begon dat op te eten. En die rende ook meteen weer terug de bosjes in. Nou, wij schrokken ons natuurlijk helemaal rot. Van wat is dit nou weer? Maar dat beest was ook heel snel weer verdwenen. Het ging gewoon te snel om het vast te leggen ook. Maar dat is wel even een grappig verhaal. Vind je het leuk in de regen? Ja. Oh, kijk, nou ja. Wij doen het allemaal voor. Daarvoor gaan we allemaal naar Friesland verhuizen. Zodat ze lekker buiten kan spelen in onze eigen tuin. Ja. 6 graden en regen. En ik heb een slapend kind. Een slapend kind achter op de fiets. Niet te geloven. Ja, dat krijg je ervan. Ons kind slaapt niet 's nachts, maar die slaapt gewoon... Wanneer het eruit komt. Man, man, man. Vreselijk. Zit het er helemaal klaar voor, Meira? Wie komt er zo op televisie? Ik. Wie komt er straks op televisie? Sinterklaas. Sinterklaas, hè? Met je tosti in je mond. Is die lekker? Ja. Goed zo. Ik zit hier tussen de reclamefolders. Daar ga ik nu even niks mee doen. Ben ik nog wel van plan. Maar ik ga nu even boodschappen halen voor vanavond. Want ik wil zuurkoolstampot maken. En ik had een recept gevonden op Instagram. Dus dat ga ik proberen. Ja, ik ga mijn best doen. Hè. Ik beloof niks. Dus wie weet wordt het lekker. Het schijnt lekker te zijn. Dus misschien kan ik het maken. En het is niet moeilijk, dus hè, komt vast goed. Benno heeft er helemaal vertrouwen in, toch schat? Ja. Hij zei, waar heb je dat recept vandaan? Dus ik zei van ja, van een of andere stoot uit België, hij heet Luc. Oh, zei die, nou dan hoef ik hem niet. Toch? Ja, dat zei je. Ja, dat zei je. Ik heb mezelf eventjes een colaatje ingeschonken. Het is al bijna donker, het is nog niet eens 4 uur. Maar ik ben wel vast aan het koken. Ik heb hier de aardappelen, lijkt net wortel, maar het is zoete aardappel met gewone aardappel. Een appeltje met kaneel aangebakken in roomboter. En de rest moet ik nog doen, maar ik dacht ik ga het gewoon vast klaarzetten, want ik ga vanavond met mijn collega's de stad in.
En einde van de middag wil ik gewoon ook nog even lekker zitten. Dus vandaar dat ik het nu alvast aan het maken ben. En dan gaat het straks nog even de oven in. Een beetje kaas erover. En dan ben ik heel benieuwd hoe het gaat smaken. Nou, we gaan het proeven hoor. Ik proef echt dat het iemand is die zichzelf heel erg knap vindt. Nu heb je inderdaad wat meer die bite, omdat je het niet hebt volgekookt, maar het is alleen in de oven opgewarmd. Ja. Het is niet rauw, het is al volgekookt voordat het überhaupt in zo'n zakje gaat. Ja, oké. Dus het is al voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Maar we moeten er nog een week mee, dus hè. Het gewoon de vriezer, joh. Want dan gaat het niet met die appel. Uitsmaken zijn. Tot zo! Ja, doe je ochtend zo. Ja. Maken, hè, voor je bedrijf. Wij zijn in Apeldoorn, want we zijn een avondje uitgegaan. Oh, we moeten naar links. Ik ben de Bob. We zijn samen de Bob. Ja, wij zijn samen de Bob. Wij zijn verstandig. En de foto's. Ja, nou ja. Ik ben weer thuis. Kijk nou toch eens, ik ben net te laat. Maar er is iemand langs geweest. Wat leuk. Nou, we hebben het echt super gezellig gehad. Ik poets nog even mijn tanden. Ga ik lekker in bed. Ik hoop niet dat het morgen heel vroeg is. En anders overleef ik dat ook wel weer. Goedemorgen, vandaag is het maandag. Ik ben eventjes zo gedraaid dat jullie mijn gezicht kunnen zien, want het is een beetje donker hier. Het is 6:15. Wij zijn even aan het ontbijten en... Dan gaan we zo Mayra aankleden en dan ga ik aan het werk. Ik heb er weer zin in. Ik weet nog even niet wat op de planning staat. Volgens mij begint het nieuwe thema van feest deze week. Ik vertel het jullie straks allemaal. Ik heb helemaal geen tijd om iets te laten zien, jongens. De telefoon staat rood gloeiend. De app ligt eruit. De mensen kunnen hun kind niet afmelden via de app. Dus ze zijn allemaal aan het bellen. Dat de kinderen ziek zijn. In de auto. Ik heb net mijn auto geparkeerd in Elburg. Ik heb een heerlijk werkdagje gehad. Dat was weer de eerste maandag sinds de ingreep. Dus 2 maanden niet geweest. En met Benno's verjaardag mee. Oh, het is donker. Nou, dit schiet ook niet op. Heel spannend beeld dit. Ik doe even mijn jas aan. Ik heb eten mee. Ik had nog stamppot over. Ik vind dat er altijd zo mooi uitzien, die verlichte kerktoren. Nou goed, ik ben dus onderweg naar mijn vriendin. Met een bakje eten. Ik was ook nog druk onderweg ook. Dus ik ga even heel snel doorlopen. Ik had een beetje oponthoud onderweg. Want er stond ergens een verkeerslicht en moest super lang wachten. Dus mijn vriendin zit op mij te wachten. Ik moet even doorlopen. Ik ben echt helemaal bang dat ik die zoekkool laat vallen. Dan hebben we niks te eten. We moeten nog eten bestellen ook. Dat was precies dus niet de bedoeling, want dat doen we meestal wel. Maar dat gingen we vandaag niet doen. Goedemorgen, zeg je dan. Morgen. Het is donderdag. Ik was de dag alweer kwijt. Maar goed, donderdag. En vandaag zijn er 2 dingen die we gaan doen. 1 is, we moeten eventjes weg hier omdat er kijkers komen. En 2 is, we gaan naar Friesland vandaag, want er is een kijkdag. En als het goed is komen daar de andere nieuwe bewoners ook naartoe. Dus dan kunnen we even bijklitsen over hoe het gaat en
Nou ja, leuk. Gewoon gezellig. Dus daar heb ik zin in. Het is wel weer spannend, want hè, kijkers voor het huis blijft altijd een beetje spannend. Altijd. En stress van tevoren. Al dagen van tevoren. Zodra we het weten, krijgen we al stress. Dat is natuurlijk ook niet gezond. Maar goed. Vanmiddag is het zover. En hopelijk is het niet allemaal voor niks. Heel even lekker naar buiten. Ik heb nog een kopje koffie op. En nu zijn we onderweg naar de bakker. Ik hoop dat ik nog op tijd ben, want normaal ben ik altijd veel vroeger bij de bakker. En nu is het al 9:45. Dus ik hoop eigenlijk dat ze nog brood hebben van gisteren. Dat scheelt mij een euro per brood. Het voelt toch lekkerder als ik een brood heb van gisteren. Voor 2 euro in plaats van een ander brood. Ja, voelt gewoon lekkerder. Dus dat gaan we nu doen. Het waait flink, het is koud. Maar het is niet vervelend. Ik zal blij zijn als het vanmiddag is. Dat we weg zijn. En dan is het gewoon... Dan kan ik het gewoon loslaten. Daar hebben we gewoon alles aan gedaan. Ja, daar hangt zoveel van af voor je gevoel. Hè? En het zit echt tussen je oren. Ik zag op Instagram een filmpje van een man. Die zei, stress zit er niet in dingen die gebeuren. Stress zit in je hoofd. En daar heb je helemaal geen invloed op. Dus stress komt door hoe jij met iets omgaat. Dan dacht ik, oké. Ja, want ik heb ook helemaal geen invloed op of die mensen het huis zelf niet gaan kopen. Dus ja, waarom maak ik me hier zo druk om? Ja, dat is ook alweer begrijpelijk, maar toch. Middag inmiddels en wij zijn in Leeuwarden. We hebben net even lekker wijntje gedronken en nu gaan we naar het nieuwe huis. Vanochtend hebben we het huis netjes gemaakt. Nou, dat was ook een hele klus met de peuter, maar het is gelukt. En we zijn om een uurtje of 1 de auto ingegaan. Nog even croissantjes gehaald bij de Jumbo voor onderweg en toen richting Leeuwarden gegaan, want we moesten om 4 uur bij het nieuwe huis zijn. Nou, dat gaan we redden, dus 3:30. Vanuit Leeuwarden nog 20 minuutjes rijden. Dus. Ben je meteen beledigd nu? Dus we hebben nog even Leeuwarden verkend. Heel leuk, gezellig. En nu gaan we naar de auto. Ik ga mij in de gaten houden. Kom! Dan gaan we naar die bars kijken. Ik vertelde net dat wij een wijntje op hadden in Leeuwarden. Jullie eens raden wat wij kwijt waren voor een wijntje. 2 wijntjes, 2 rode wijntjes. Dat is natuurlijk best wel een beetje op ons geld de laatste tijd. En we dachten, oh gezellig in de stad, even een wijntje. Nou, oké. Ik ga het zo zeggen, maar laat even in de reacties achter wat jij denkt dat je kwijt bent voor 2 rode wijn in Leeuwarden. Het was? 13 euro, nog wat? Ja. Nog wat, 13 euro, nog wat. Ik weet het niet, ik ben al even betaald. Nou, sorry hoor, maar dat vind ik echt heel veel geld voor een beetje wijn. De wijn was 6 euro nog wat. Ja? Dus dat keer 2 is 13 euro nog wat? Ja. Dat is toch belachelijk voor een beetje wijn? Ja, maar dat zijn de nieuwe prijzen. Dat zijn de nieuwe prijzen. Nou, dan... Ja, ik moet vind... je nagaan als je dus in je moet Utrecht, harder praten. Utrecht of Amsterdam, dan heb je, hoe heet dat? Waarschijnlijk 7 euro per voor een glas wijn. En dan krijg je nog een lullig beetje ook, want het was prima gevuld. Nou, ik denk dat het niet uitmaakt of je nou in Amsterdam een wijntje drinkt of in Leeuwarden, want het is allebei een stad. Oké. Ik denk het wel. Nou, kijkt er iemand uit Amsterdam, drink je rode wijn en haal je wel eens een wijntje in de stad? Wat ben je kwijt voor een glas wijn? Gewoon een fatsoenlijk glas wijn. Niet een beetje lullig glas wijn, gewoon goed glas wijn. Nou ja, ik laat jullie even genieten van het landschap hier. Ik hoop dat jullie het net zo mooi vinden als wij. Ah, is toch prachtig, joh. Dat lijkt. De weg. Papa zijn banden op de weg. Oh, ik ben zo verloren. Oh, ik zei net tegen Benno. Nu we al zoveel maanden uitkijken naar de verhuizing, begin ik er ook wel zin in te krijgen om gewoon weer hier iets op te
gaan bouwen. Ja, wat wil je zeggen? Papa ook zien. Papa ook zien. Ja, zo. Ja, maar dan ben jij er niet. Hey, alle drie. Maar goed, dat komt waarschijnlijk ook omdat het gewoon al heel lang in ons hoofd zit. Aan de ene kant vind ik het lastig om afscheid te nemen van alles wat we nu in Epe hebben opgebouwd. Maar ik heb ook nu gewoon wel weer zin om hierheen te gaan. Zie je die daar? Ja. Zag jij hem? Hij heeft zichzelf nu verzogen. Nu wel, konijnen kunnen een paar meter zwemmen. Oké. Dat deden wij vroeger altijd. Kunnen laten zwemmen? Dus ja. En zijn ik loop niet, zeg maar. Er rende een konijn de weg over en Ben zei van, oh die is verzopen, want konijnen kunnen niet zwemmen. Dus ik zei wel, konijnen kunnen wel zwemmen. Een paar meter kunnen ze zwemmen. Ja, wij waren heel erg als kind, wij deden ons konijn ook in ons zwembad vroeger. Ja, het was echt heel warm, deden wij het konijn in het zwembad en die zwom zo naar de overkant. In de tijd dat spijkerboeken nog hip was. Hij gelooft het niet. Dat is toch wel een zielige, kan je niet zeggen op de vlog, hè? Mensen denken namelijk gewoon dat, hoe heet dat? Dat die beesten niet te graag zwemmen. Nou schat, doe maar open voor de eerste keer. Oh, ja. Kom je mee, hè? Nou, ik zal zelf maar over de drempel stappen, aangezien ik niet overheen getild word. Ook mijn oma ook. Daar zal vast iets in zitten wat belangrijk is. Oh, het waait zo hard buiten. Kijk. Dat wordt onze tuin. Wat zeg je? Ik wil zo doen. Ja, daar ga je naar school, ja. Dat is zo leuk. Meijer heeft nu gewoon een leeftijd dat ze gewoon heel veel dingen onthoudt. Dus ze weten ook, dit wordt ons nieuwe huis en daar is straks mijn nieuwe school. Oh, dit is een nieuwe pet. Ik ga zo even kijken in de bad. Oh, helemaal leuk. We moeten even kijken naar de stopcontact, hè? Deze niet. Maar welk stopcontact had jij het nou over in de auto? Is dat die hoge? Want die was eigenlijk de bedoeling dat die achter de kast zou komen. Ja. En dat komt hij dus niet. Maar die wordt er dus opgeplaatst, dus ik ben benieuwd hoe dat nou weer gaat. Nou, okay. Ja, wacht even, schat. Ja, kom zie je. Nee, niet alleen. Nou, wat jullie nu zien, daar komt onze keuken. Die komt zeg maar zo vanuit de hoek voor het raam. We hadden de optie om dat een heel raam te laten worden. Daar hebben wij voor gekozen om dat niet te doen. Dus wij gaan daar de keuken plaatsen. En dan komt hier onder al die stopcontacten. Loopt dan het aanrecht blad ongeveer tot hier. En hier, dit gaat dan omhoog en dan is de bedoeling dat daar dan nog een kast in komt met een oven. En nou ja, je snapt het wel. Hier in het midden komt dan het fornuis. En daarvoor het raam bij die pijp. Daar komt gootsteen. Schat, dat muurtje hier was er toen nog niet, hè? De vorige keer dat wij hier waren. Dat ging dicht. Ik had eigenlijk gedacht dat ze dat helemaal over de trap heen zouden vastmaken. Ja, dat kan niet. Waarom dan niet? Dan zak je er dan in, toch? Moet toch verstevigd zijn? Ja. Nou, dit is Meijer's slaapkamer waar we nu zijn. Waar wil jij je bed hebben, Meijer? Ik denk onder het raam. Dat lijkt me het handigst. Want de kledingkast kan niet onder het raam vanwege het schuine dak. Dus dan is het, lijkt me het handigst om haar bed onder het dakraam te zetten. Het ziet eruit als gezuurd. Ja. Ja, weet ik, ja, ik heb er geen stand van, ik weet niet de bouw. Dit is onze slaapkamer. Met een takkenpelletje daar. Zeg je? Ja, wie heeft dit dan verzonnen? Dat kan toch niet? Dat had jij getekend hoor, dat jij dat wou. Ja, maar in het hok. Ja, dat klopt. Hier komt onze badkamer. Voor iedereen die je afvraagt, hoe groot is jullie badkamer nou zo groot? En om deze badkamer te vullen met tegels en met een douche en wastafel en toilet, dan ben je 20.000 euro kwijt. Ik zal het maar gelijk eventjes in de groep gooien. Hier komt de douche. Even pakken. Zo hier. Hier komt een muur, een glazen wand.
Daar komt het toilet. Dat is de afvoer van het toilet. Maar ze wilden eigenlijk dat we het toilet daar hebben, maar wij willen hem hier. Hier zou de wasmachine komen, maar dat gaan we niet doen. Dus die afvoer die had daar helemaal niet moeten komen. Dat heeft iemand gemaakt en dat moet helemaal niet. Daar komt de wastafel, verwarming, lamp en onze slaapkamer. En? Wat? Zo recht. Zo recht, oh. Alleen gelukkig. Daar zit een plankje. Deze? Ja, mooi. We gaan even kijken of ons bed past. Nou ja, ons bed past zeker, maar wat we als een nieuw bed willen. 1,90 is dit. Maar dat past makkelijk. Toch? Ja. En dan zou je nog zeggen van... Stel dat je hem hier doet, weet je ongeveer. En dan ja, kan nog steeds. Een beetje keurig eruit. Alleen ik dacht dat wij hadden besloten dat ons stopcontact daar moest komen waar het bed stopte. Ja, maar nee, die zat er al, volgens mij. Nee, wij hadden... Die zat er al, die standaard. Ja. En toen heb ik gezegd, ongeveer 1,80 daar. Ja, maar dit is meer, want dit ja, nu... Er komt een nachtkastje daar te staan. Ja. Met ja, daar op de wekker en zo. En ja, oké. Okay. Ja, het kan wel. Als er hier een kledingkast is, dan moet het dus een kledingkast zijn met schuifdeuren. Dan kan het. Dat mag, deze deur. Als het goed is, gaat hij naar binnen. Ja. Ja, dat ligt eraan hoe de scharnieren plaatsen, dus dat lijkt mij dat het wel bespreekbaar is of die deur naar binnen of naar buiten open gaat. Ja, dat is een goede vraag. Gaan we zo even vragen. Want stel als je hem naar buiten open doet, dan zit hij of hier. Misschien kom je dan in problemen met de deur van de badkamer. Hoi. Heb je een grote jas aan, zeg? Meira was op de bouwplaats aan het rennen. Toen viel ze al lang uit in de blubber. Het was een beetje nat geworden. Maar ik had wel schone kleren mee, maar geen schone jas. Dus nu heeft ze mijn jas aan. Dan loop ik zonder jas buiten. Klein stukje. Nou, maar dat eten we toch nooit. Dus. En al die tijd dat wij in Ebe wonen, hebben we maar één keer Chinees gehaald. Dat was met Bernie en Iyaki. En daarna nooit meer. Dus maakt niet uit als hij geen Chinees is, toch? Nee. Zullen wij ook nog even naar iedereen? Dat was de vlog weer voor nu. Dankjewel voor het kijken. Vergeet even niet om een duimpje omhoog te doen en om je te abonneren, want dat zou me heel erg helpen. Ik ga nog steeds die winactie doen als ik voor het einde van het jaar 1000 abonnees heb. Dus als je het leuk vindt, support mij dan vooral even. Ik zie jullie zondag weer. Doei!